campagne. Hoe ziet die week eruit? Hard trainen. Dit is een van de laatste trainingskampen voordat het seizoen echt begint. Er is al een groep van ons in Down Under aan de gang. Dus ja, de rest die zit hier dan in Spanje om echt hoge intensiteit, zeg maar, wedstrijdsimulaties na te doen. En klaargestomen voor een nieuw seizoen. Ik ben heel goed in de derde helft. Dat lijkt me wel aanbeveling voor dit team. De jongens worden helemaal blij. Maar even alle gekheid op een stokje. Wat vond u van wat hier allemaal voorbij kwam vanavond? Ja, het is grandioos. Hè? Want als je ziet wat het hele palet is wat we aan verenigingen hebben, aan individuele sporters, aan kampioenen, aan talenten, aan jonge mensen die zeggen dat ze in 2024 op de Spelen meedoen. En dat allemaal in die gemeente Almelo zitten, Almelo, Adorp, Bonnebroek. Dat bruisen, dat zist dan eigenlijk al het hele jaar door. En dat zie je dan hier bij elkaar komen. Ja, daar kan je alleen maar heel enthousiast van worden. Dat mensen die het beste uit zichzelf halen. Verenigingen die het beste uit andere mensen weer halen. Vrijwilligers achter de schermen ook heel mooi dat die gelauwerd worden. Ja, we hebben het eigenlijk heel erg goed voor elkaar wat dat betreft in Almelo. En dat hebben we te danken aan bloeiende verenigingen en toptalent bij de clubs. Want we willen graag weten, wie wordt de sportman van het jaar in Almelo? Is dat Daan Moes, of Tom Stamsnijder, of Pim Rondhaar? Kom dan maar in met de trommels. Moeilijk en groot vanavond, hè? Want ik heb iedereen gezien, hij gaat niet bij me komen. Nee, inderdaad. Dus de spanning... De spanning stijgt, maar ik zie dat hij bijna open is. Houden jullie het nog even, jongens? Ja, hè? De verbinding met Spanje is er ook nog steeds. Nou, laat het maar horen, Raymond Beukers. Wie is de sportman van het jaar 2017 Almelo? Tom Stamsnijder. En op dat moment valt de verbinding weg. Dus dat is echt heel handig. Hij is er al. Hij is weer terug. Ja, gefeliciteerd, Tom. Ja, dankjewel. Het zou mooi zijn als wij die penning even naar jou toe konden gooien en dat er dan iemand naast jou zou staan die hem zou geven. Maar zo goed hebben we dit niet voorbereid. Ja, helaas, dat zijn de nadelen van topsport, dat je niet altijd overal bij kunt zijn. Ja. Maar goed, het is niet anders. Maar dan neem je niet weg dat ik heel erg trots ben op dit. Ja, ben je er blij mee? Ja, tuurlijk. Ja, je bent je niet vergeten? Nee, ik woon ook nog gewoon in de gemeente Almelo, dus wat dat betreft, dat ben ik absoluut niet vergeten. Nou, we moeten binnenkort maar even afspreken als je in de buurt bent dat je de prijzen kunt ophalen. In ieder geval gefeliciteerd en nog even een groot applaus vanuit de ISPA-mensen. Tom Stamsnijder.